In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Nou, Petra, zeg het maar. Weet u nog gisteren? Ja. Toen vroeg ik zo abusiefelijk of ik dat luikje even open moest doen. En nou wil jij weer in het luikje kijken. Nou, ja, want jij vraagt je ernstig af of ze er nog zitten. Ja, het is een soort dwang. Je kan het bijna niet bedwingen, hè? Ja, nou, ze zeggen, ga maar even kijken dan. Ja, ik doe het luikje open. En? Ja hoor, ze zetten er nog. Ja! En luikje weer dicht. Ja. Oké. Okay. Radio Ben. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dames en heren, u weet ongetwijfeld toch dat wij een tijdje terug in de studio van Radio Bergijk te gast hadden, mevrouw Leermakers, die zich gestort heeft op de zogeheten palliatieve zorg. Het is de palliatieve zorg. Ja. Wilt u iets zachter praten? Neemt u mij niet kwalijk. We zijn namelijk op reportage hier bij een van de hospices van de Vereniging voor Palliatieve Zorg. Kunt u, mevrouw Leermakers, nog even voor de luisteraars vertellen wat palliatieve zorg precies is? Ja, de Vereniging Palliatieve Zorg Bergijk, ja, is eigenlijk een vereniging met 243 damesleden. Ja, vrijwillig zijn die. Hè? Vrijwilligers die zich ten doel hebben hebben gesteld om de laatste dagen, weken van een stervende mens in Bergijk zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Ja, ja. Helemaal omdat gebleken is in onze jachtige maatschappij dat vaak familie en vrienden en huisgenoten last hebben van stervende mensen in de sociale omgeving. Ja, dat ze dat liever weg hebben. Vaak, maar de mensen hebben daar wel vaak een probleem mee. Ja. Dat ze wel willen, maar niet kunnen wegens ons jachtig bestaan. Ja. En dan hebben wij het op ons genomen om onze huizen open te stellen om mensen bij ons thuis te laten sterven. Ja, nou zijn we in een van de talrijke hospices die uw vereniging rijk is. Meneer Spoorberg, ik verzoek u nog meer om even zachtjes eerbied te betrachten. Ja, dat is misschien een wat impertinente vraag, maar zouden wij even naar de stervende kunnen kijken samen? Ja, natuurlijk, want ik vind het ook geweldig dat Radio Bergijk media aandacht geeft aan onze mooie vereniging. Ja. Ik verzoek u nogmaals om zachtjes stilte en eerbied te betrachten. Ja. We gaan nu de kamer in van mevrouw Lisbeth Houweling. Houweling, oh, die ken ik. Lisbeth Houweling. En zij is terminaal. Ja. Dus ik doe nu de deur open. Ja. En wees u vooral voorzichtig met uw apparatuur. Ja, mag ik wel vragen stellen aan mevrouw Houweling? Ik bepaal even haar toestand. Ja. En dan kijkt u even naar mij. Ja. En als ik 3 keer naar u knipoog, ja, kunt u proberen in contact te komen met de terminale. Ja. Zo. Dag Lisbeth. Hier is mevrouw Leermakers. Oh. Ik heb hier Toon Sporenberg bij me van Radio Bergijk. Die maakt een reportage over het mooie werk in de hospice. Dag Toon. Dag mevrouw van Houwelingen. Ik ken jou nog wel, Toon. Ja, ik ken u ook nog wel. Gaat het goed met u? Ja hoor. Gaat wel goed. Heeft u het een beetje naar uw zin hier? Nee. Jawel, dat heb je wel, Lisbeth. Nee, ik wil naar huis. Nou. Ja, dat zal meneer Spoorberg, u moet begrip hebben. Ja. Voor het feit dat terminale mensen op het randje van gene zijde, ja, vaak niet echt goed meer weten ze van iets vinden. Maar u ziet aan haar rustige ademhaling dat ze het hier geweldig heeft. Ja, ja. Dat is heel mooi om te zien. Nou, Lisbeth, we gaan nu de kamer uit en we laten je rustig
Sterven. Zelf met je proces verder sterven. Ik wil naar huis, hoor. Natuurlijk. Straks kom ik weer met je wortelsap. Het is eigenlijk wel mooi dat iemand dat naar huis noemt, hè? Het doodgaan. Ik wil naar huis. Ik wil... Dat is natuurlijk een... Ik heel beeldend gezegd. Ik schiet gewoon Tom. Eigenlijk gewoon weer vol bij... Tom. Ja, mevrouw Holly. Oh, zo. Ik wil naar huis. Nee, we gaan nu de kamer uit, maar... Je gaat ook naar huis, hoor, mevrouw Van Houweling. Je wordt gehaald. Juist. Toon. Ja. Ik wil naar huis. Ja, precies. Goed, we gaan de kamer even uit. Het wordt... We hebben... Ja, dag Liesbeth. Ja. Dag Liesbeth. Ik kom straks weer bij je kijken. Ik wil liever niet hier blijven. Ja. Goed, nou... Ja, ik heb het gezien. Nog even op de gang. U ziet, begrijpt u wat het mooie is aan dit werk? Ja, het is echt mooi om te zien hoe ze daar liggen te sterven. Ja. De sereniteit van de stervende mens. Ja, dat vervult mij altijd weer van een soort van binnenuit genot. Ja. Dat ik dit nog mag doen voor deze mensen. Ja, het zal genieten. Voor u. Nou, het echte genieten is natuurlijk het moment zelf. Ja, dan gebeurt er iets bijzonders, hè? Nou, ik vergelijk het wel eens met een denkbeeldige hand die over een... levend lichaam wordt gestreken. Ja. En daar waar de hand geweest is, is het lichaam veranderd in dode materie. Een pop. Ja, ja. Ja. Nou, het is... je kunt natuurlijk niet alles berekenen. Want het zou natuurlijk heel mooi zijn geweest als we zo'n moment konden meemaken. Maar wacht even. Mijn triller gaat. Ik moet even terug naar Liesbeth. Meneer Sporenberg. Ja. Ik zou u willen vragen om nu het pand te verlaten. Ja. Er gaat iets gebeuren. Ik moet even weg. Jongens, ik moet weg. Liesbeth gaat. Succes. Ik wil daarbij zijn. Jongens, ik wil daarbij zijn. Aan de kant. Oh, Liesbeth gaat. Meneer Sporenberg, dag. Ja. Dag, u vindt het wel, hè? Ja, ik... Jongens, warm water. Doeken. Oh, ze gaat. Dag. Radio Bergijk. De baby van de mond. En toedeledokio, dit is Jeroen van Bokstel. Met natuurlijk een van zijn fameuze spelletjes op Radio Bergijk. En het langlopende spelletje is natuurlijk weer de baby van de maand. De baby van de mond. En hier tegenover mij zit de trotse, nou ja, laat ik maar niet meteen zeggen trotse, moeder. Er zit in ieder geval weer een moeder tegenover mij. En als ze hier niet zo zit, dan zou ze ergens anders zijn. Want het is natuurlijk niemand minder dan Cecile van Bohemen. Hoi Cecile, ik zeg toedeledokio. Hi. We zijn hier voor de baby van de maand. Je hebt je baby meegebracht. En Cecile, hey, toedeledokio, ben jij blij met je baby? Of ben je blij met je baby? Ja, het is een hartstikke lief kindje. Ze huilt heel weinig. Ze huilt echt haast nooit. Nou oké, pak hem even uit. Zet hem even op tafel hier. Er komt nu een oh, dat is een mooi reiswiegje. Oh, het is eigenlijk geen reiswiegje. Het is meer een Albert Heijn-tas, maar dat geeft niks. Oké, pak hem even uit. Leg hem op tafel. Ja hoor, daar is hij. Toedeledokio. Dit is... Ja? Christel. En hoe heet ze? Christel. Christel? Ja. Toedeledokio zeg dus. Je kan nog een beetje zien van de pomp, maar dat trekt allemaal bij. Ja, dus een soort feesthoedje zit erop, dat is van de vacuumpomp. Ja, maar... Zit er nou elastiekjes omheen of zo? Nee, dat... Wat trapt er wel aan of zo? Ik was eigenlijk ongewenst zwanger. En, want ja, dat kan ik me wel voorstellen. Doe dat ook, joh. Ik had dus wel een spiraaltje ter bescherming. Ja, maak je nou eens wakker. Maak je nou eens wakker. Nou, Nee, niet zo hard schudden. Dat is niet goed. Oh, dit is helemaal goed, de baby. Nee, dat zie ik zo ook wel. Maar wat is er mis mee? Ik denk dat ze honger heeft. Of dat er misschien een veiligheidsspel... Zat er nu maar weer in de tas? Maar Cecile, dit spelletje heet Baby van de Maand. Weet je waar je nou al meegedaan hebt? Denk je dat je kans maakt? Ik denk het niet namelijk. Het is een heel lief kindje wel. Nee, die baby is niet goed. Dat ziet een leek. Die baby is niet goed. Nee, maar dat kan. Hoe haal jij dan in je botte hoofd om met kan nog dit naar baby van de maan te komen? Nou, pak die baby maar weer in. Moet ik dan Christel weer in de tas doen? Doe Christel maar weer in de tas. Nou.
Ja, het is live, dames en heren. Jeroen van Bokstel, baby van de maand. En het gaat natuurlijk wel eens mis. Tedje, geef even een glas water of zo. Wat is die? Kan iemand die Ronald bellen om erop te halen hier? Dat, ik wil niet dat helpen. Je middag hier blijft zitten. Dankjewel. Mijn naam is Pierre van Eerstal. Hier tegenover mij zit... iemand die u al een, niet geheel onbekend is. Het is Theo van Deursen. Een rasechte begeikenaar. Theo, jij komt hier omdat je een bepaalde ervaring met ons wilt delen. Ja, ik heb een hele bijzondere ervaring mee mogen maken. Dat is namelijk het volgende. Ik was naar een evangelisatiedienst geweest. En die evangelisatiedienst die werd gehouden door Jos Brink. Die ook wel bekend is van radio en televisie. En... die had als thema zaaien en oogsten. En dan was ik heel diep van onder de indruk. En na die dienst was er ook nog gelegenheid voor een kopje koffie en thee. Dankjewel Theo dat je ons deze ervaringen mee willen delen. En we wensen jou heel veel geluk en levensvreugde met het zaad en het oogst van Jos Brink. Ja, graag gedaan. En oh ja... Anja van der Maten speelde de hobo. Ach, daar was er ook nog bij. Ja. Om 18:45. Kun je nagaan. Dat was een geweldige bijeenkomst. Ja. Die bijgewoond is door Theo van Deursen, die daardoor bijna een ander mens is geworden. Ja. Spreekwoordelijk. Ja, bij wijze van spreken, ja. Dankjewel, Theo. Ja. Zaaien en oogsten. En dat maak je dan een ander mens? Ja. Dankjewel, Theo. Ken jij hem ook van radio en televisie? Ja, natuurlijk. Wie kent hem niet? Ik wist overigens helemaal niet dat Jos Brink een poepflikker was. Ik had geen idee. Geweldig. Ja. Nou, dankjewel, Theo. Ja. Dus als u ook wil luisteren naar een schijnheilige homoseksueel, ga naar de zaaien en oogstenbijeenkomsten met hobo. Hoe laat was het ook alweer? 18:45. En hoe heet dat meisje van de hobo? Anja van der Maten. Lelijk dat die was. En die poepflikker stond ernaast. Een poepflikker. Geweldig. Dus dat was een bijzondere ervaring van Theo van Deursen. Ja. Nou, dankjewel Theo. Ja. Ik ga nu naar buiten. Namijmeren. Hier volgt een bericht voor Gierweek 701. In Lommel is onlangs aarsmijt geconstateerd door de veearts. We vermoeden dat de aarsmijt uit België via de transporten is overgedragen. Vanwege zeer groot besmettingsgevaar voor de eigen aars wordt u verzocht de gier aan te bieden op de verschillende KCA-terreinen in afgesloten tonnen.